Yo, kijkers van What's Jagger, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Lord of the Rings Let's Build. En we zijn er vandaag weer met de enige echte Dennis. Hallo Dennis, gegroet, koning Dennis van Erebor. En, what are we going to do today, my friends? We're going to sell some blocks like we're almost finished. Okay then, but can you pronounce it a little bit with a higher volume so we can understand the words you say? Today we're gonna work on Helm's Deep. We're gonna make this staircase that we can walk downstairs. And after this room, we have to set more pillars on the sides. And after that, maybe some decoration, or we do that later. And we begin with the back part with the stairs and the throne. Yeah, so we should make the walls. Maar goed, we gaan beginnen met de vloer, denk ik. We zoeken naar een slepje. Want we gaan hem met slaps doen, denk ik. Dat is wel het mooiste. Ja, maar de poort moet dicht kunnen, hè? Ja, dan moeten we dit... Kun je niet beter gewoon hier beginnen? Hier, mag even. Hier kan hij dicht als je hem gewoon zo houdt. En dan laat je gewoon tot aan hier de trap zo. Weet je wel, dan heb je hier... dat het een beetje deze... Ik moet... Hè? Even kijken. Nee, ik moet even een blokje pakken. Oh nee, zo. Hebben we die ook nergens gebruikt? Oh ja, wel hier. Ja, ik maak het een beetje random. Ah, ja, zo. Ik ook. Ja, dat is wel nice. Dan heb je dat dit gewoon hier kan dan de gate in dichtvallen. Want dit is dan gewoon één rechte lijn. Ik moet even het hout ook wat uitbreiden. Zo. Ja, mooi Dennis, mooi. Is mooi, ik vind het mooi, ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Ga je plekje aan de water rijden, ik vind het helemaal mooi. Ja, hoe heet dat? Brick. En nog even natuurlijk een nieuwe update. En dat is dat er nu ook DecoCraft in de modpack zit. Hoe zit die er al? Oh ja, die, die zit er al in. Ja. Die is net opnieuw er eigenlijk, of vrij recent ingezet door Damien. En dat zal ook weer extra decoratie zijn, dus vinden jullie het leuk? Laat dat natuurlijk even alvast in de reacties achter, want dan kunnen wij er ook wat meer op ingaan. Oh ja, 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 nu zie ik het ook. Wat? Oh, je ziet dat het erin zit? Oh, wauw. Oh, ik krijg wel lag, man, met dat ding aanklikken. Ja, dat is sowieso. Want Dick ook... Oh, mijn potion werkt uit. Dennis, fuck. Ik heb het niet nodig. Je hebt het wel nodig. Je moet kunnen zien. Je hebt geen bril op, Dennis. Dan moet jij maar een... Ja, we kunnen ook eigenlijk bier drinken, hè, van het dwergenbier. Ja, maar als je dronken wordt, dan moet je dat hielen. Ja, dan moet je weer een bucket of milk. Dus dit wel makkelijker. Maar wist je eigenlijk dat je niet zomaar armor kan enchanten in deze mod? Nee? Nee, want hoe wil je eigenlijk een enchanting table gaan maken? Ik denk dat je die alleen in hoofdsteden hebt, of bijvoorbeeld bepaalde plaatsen, maar denk ik dat het bij ons... Ja, maar eigenlijk dan, zou niet zomaar legit kunnen eigenlijk, als je erover nadenkt. Nee. Ja, als je in een modpack speelt en je zou op singleplayer spelen, kun je het via de overvloed krijgen. Op de server zou er geen andere mogelijkheid voor kunnen zijn. Precies, oh. Nee, Dennis, moet je kijken. Deze hel, die heb ik altijd. Oh nee, wacht. Stop, halt, stop. Nee. Jawohl. We zijn er bijna, Dennis. Hoe diep gaat het wel niet? Oh lol. Kijk, dit ben ik de hele tijd aan het doen. Oh fuck, nu werkt hij. Thank you, Dennis. Friend of Durin. Ja, is het. Friend of Durin. Maar nu zit er nog maar één probleempje. Nou? We hebben deze hoekjes zijn nog een beetje leeg. Ja, maar er komt ook zijn andere pillars die jij toen hebt gemaakt. Ja, we kunnen dit ook zo dichtgooien hier. Deze stukjes en dat dit ook. Het eerste stuk dat we dit dicht horen. Ja, want volgens mij hoort dat toch ook? Zou zo kunnen kloppen. Ik ga er niet over nadenken. We gaan het gewoon bouwen, daar heb ik zin in. Oh, what the fuck? Dennis! Nee, waar ben ik? Oké, we zijn een klein hokje. Dennis! Oh, fuck. What the fuck ben je aan het doen, man? In één keer ga je me gewoon insluiten. Ik had het geselecteerd en jij zegt in één keer... Ja, laten we het met de hand maken. Ik doe daarvan... Nee! Nope. Fuck jou, Leo. Zoek maar uit. Nee, ik was net iets sneller dan dat jij praatte.
Gekke Dennis. Hey. Oh, kut. Hi. Sorry. Hey. Tovenaar Dennis. Holy. Hoor je al die orks gewoon doodgaan? Hoor je dat? Ja, yep, nou niet meer. Maar nu niet meer. Met blocks. Hij Frans hier. Frans hier. Raptastic. Raptastic. Ja. It's fantastic. Kunnen we dit ook even iets aan gaan passen? Zo. Oh, jij maakt hier een design voor? Yup. Oké, dan ga ik hier deze... Oh nee, deze muur... Ja, deze moet anders worden. Dus dan laat ik die ook aan jou over. Dan ga ik deze side muren maken. Deze stukjes. Yup, is goed. Dan moet je... dan moet vooral aan de andere kant moeten daar van die hele hoge recht... Eigenlijk een raam van één blok breed of zo en dan van vijf blokken hoog moet daarin komen. Ramen? Ramen. Aan de andere kant. Ik heb die foto toen nog laten zien, hè. Om eerlijk te zijn ben ik het alweer vergeten. Ja, maar houd erop, dat moet een soort raam zitten van één blok breed en dan vijf hoog. Eén blok breed en een beetje in het midden of maakt dat niet zoveel uit? In het midden. Oké, dan gaan we dat doen. Want dit stuk troonzaal, om het zo te zeggen, of gewoon courtyard of hoe het precies heet, dat steekt aan de buitenkant uit. Ja, ja. Wist ik ook niet. Oh lol. Maar dat had ik toen opgezocht en toen zag ik die foto en toen dacht van oh. Oké, dat moet in orde kunnen komen denk ik. Als het uitsteekt. Echt waar, die orks hebben hier ook altijd ruzie hè Dennis. Ja, de ene keer zijn het de Mordor orks, of de andere keer zijn het de... Uruks. Nee, niet de Uruks, maar de... Oh ja, wel de Uruks. De Urukai. Sorry. Die denken van, hé jongens, we gaan ons even mengen met elkaar. We gaan even dik vechten. Namelijk of Shadows of Mordor is er ook, hè. Dat ze met elkaar knokken. Ja, maar dan is het gewoon echt grappig, weet je. Dan is het meer zo van, waarom ga je oorlog met elkaar voeren? Of waarom ga je elkaar... Weet je wat ik zo... Soms vind ik echt zo kloot, je hebt soms van die gevechten... Maar dan ligt hij net aan de poppetjes die er omheen staan. Kijk, meestal een warchief of zo is wel makkelijk te vermoorden, of een captain of zo. Ja. Maar het ligt net aan hoeveel mensen er omheen staan en wat voor mensen er omheen staan. Want die schilden, die gasten met die schilden zijn scheidirritant. Ja. Gewoon de fuckers, de grootste buttfuckers die er zijn. En dan daarnaast heb je nog die gasten met die pijlen. En die kun je zeg maar niet uit. Als jij die slaat zeg maar, dan geven ze een kopstoot. Ja, die ken ik. Dat is zo irritant. Daar ga ik ook altijd, maar ik altijd door dood. Ik had vandaag binnen 2 minuten al iets van 3 captains vermoord. Maar ja, toen wou ik de dead van Jord gaan avengen. Alleen nou ja, toen ging ik dood. Want de captain had ik bijna vermoord. Maar ja, omdat er zo'n hele leuke speerwerper bij stond. En ik was al twee keer down gegaan. En toen dacht hij van, hey, laten we even een speer dus met kop spiezen. Maar er stond een speerwerper, 2 van die grote schildknapen, of hoe die klote Uruks ook heten. Ja, gewoon berserkers, denk ik. Nee, die heette geen... Met die schilden, die grote speren, die heten berserkers. Met die schilden zijn toch berserkers? Of heb ik een fout? Ik weet het niet. Maar ik vind dat persoonlijk wel de irritantste die er zijn. Ja, gewoon puur omdat ze de hele tijd eigenlijk... Ze gaan echt keihard het bashen, weet je wel. Kijk, als jij die bijvoorbeeld met rechtermuisknop kan afweren... zou het veel makkelijker zijn. Maar nee, je moet op spatie klikken. Ja, je moet ze eigenlijk ontwijken omdat je ze anders gewoon... Ja, hetzelfde heb je met Max. Ik weet niet of je dat al een keer gespeeld hebt. Nee, heb ik ook niet. Dus ik heb het ook nog niet gespeeld. Oh, mijn potion is uitgewerkt. Het is donker. Ja. Heb jij nog potion nodig? Ja, eigenlijk... Thanos! Vangen! Oh, die zijn wel nice. Met die pilaartjes. Ik heb er wat anders van gemaakt, maar we kunnen deze pilaren ook gewoon doortrekken. Of nou? Ja, laten we maar doen. Pom pom pom. Je hoort. Maar in ieder geval hoop ik in ieder geval dat heel veel van onze kijkers, want jij hebt nou de 500 abonnees, gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, en, dank je wel, dokter. Er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk zich afvragen hoe wij dit doen. Hoe komen wij eigenlijk op het idee om zoiets te gaan maken? Dat we echt denken van, oké, hier maken we dit en hier maken we zus en hier maken we het zo. Hoe komen we erop, Dennis? Heb jij daar een antwoord op? Wacht, hoe bedoel je? Nou, hoe komen wij het idee erop om, bijvoorbeeld als wij gaan beginnen met een let's build... Dat we ook direct weten van zo gaan we dat aanpakken. Kijk echt hoe het uitgewerkt wordt.
Eigenlijk is het, we plannen het grof uit van wat zijn de vormen. En dan is het gewoon YOLO tegenaan en dan is het gewoon kijken van ja, hoe zullen we het gaan doen? Dat doe je onderweg. Ja. Je kijkt gewoon wat je tegenkomt en dan denk ik van oh ja, dit zou wel mooi zijn. Dit kunnen we doortrekken om het zo te zeggen. Dus dan ga je gewoon mee door met een design. Maar eigenlijk verzinnen we het gewoon ter plekke, de meeste dingen. Ja, de meeste dingen wel, hè. Dat is ook wel grappig. Het is niet dat we van tevoren, we hebben van tevoren een design afgesproken. Nou, alleen we gaan het zo uit laten zien. Nee, dat doen we allemaal als we bezig zijn. Gewoon random uit ons hoofd eigenlijk. Yep. Kijk, natuurlijk, je herhaalt bijvoorbeeld bepaalde patronen die je vanuit jezelf kent. Ja. En daar maak je weer een beetje variatie in dan. Dat is altijd wel het beste. Dus het is vooral patronen zien, is wel heel belangrijk in bouwen. Vooral als je random bouwt. Iedereen zegt, ja, random is random, maar random heeft ook altijd wel een patroon erin zetten. Ik kan even naar mijn muurtje kijken en vragen of kijken of die goed is. Ik had net een raam gezien, maar ik vond het vet. Deze zo? Echt vet. Dit raam? Ja. Ik vind het nice. Alleen hier hoeft er geen raam in. Ja, maar dan kan je hier, hoeft ook geen raam in, maar dan kan je hetzelfde patroontje telkens in elke muur zetten, weet je? Mm-hmm. Dus dat gaan we ook even doen. Op dat moment realiseerde Leon zich, hoe de fuck ga ik bij dat deel van het muur komen? Nou, dat doen we heel simpel, we gaan gewoon vliegen. Gewoon manual edit, maar gewoon wel denken, hoe breng je hem op? Gewoon in de laai. Ik hoor wel denken, hoe maak je hem schoon? Gewoon in de vaatwasser. Dennis, je bent echt een gekke boy. Slash ja, weet ik. Ik ben benieuwd hoe goed mijn computer het zal doen, mijn nieuwe bij Minecraft. Ik hoop ook dat je een beetje, ja, ik denk niet dat je echt de beste qua FPS eruit kan halen. Maar of je moet echt één hele rete goede videokaart hebben. Nou, in ieder geval 200 euro. In ieder geval 200 euro heb je. Het zal wel mee, ik heb een GeForce GTX nog iets. Nou, die is toch wel goed, of niet? Ja. Samir ging in ieder geval dezelfde kopen. Aha. Nou, dat zal wel de goede moeten zijn, dus. Ja, moet wel goed zijn. En de processor is al iets van, denk ik, honderden keren beter dan die er nou in zit. Want hier zit een A3 in of zo. En ik heb er nou dadelijk een i5 in zitten. Dus er zal wel een heel verschil zijn. Ja. Oh, holy fuck. Mijn telefoon. Even zien. Oh, dat je vibrator even los ging, die op tafel lag. Ja, die heb ik ook ergens liggen. Oh, hier. Een maat van mij gaat een PS4 kopen, zegt hij. Wat een baas. Ook iemand die ik ken? Nee, dat is een jongen uit mijn klas. Ah, jammer. Ah, jammer, ja. Maar misschien komt hij wel... Oh, je hebt... Hey. Huh? What the fuck? Missing the type of the /% of... Huh? 4? Wat is er? 50% Ah, hier. 50%. Oh ja, dan zei ik al mijn gravel en middenpad hebben we dan niet gedaan. Oh ja, ik heb overal gravel. Nou, dan selecteer ik dat ook even met gravel. Want met gravel maakt het wel meer realistisch. Ah, oké. Beetje wat stoffig, weet je? Beetje stoffig. Zo van, je moeder haar kut. Oh. Even kijken. Maar dan moet ik eigenlijk ook even die muren even roteren. Oh nee, roteren mag niet, hè? Je kunt best flippen. Dan hoef je maar een paar sterren. Flip, north. En dan moeten we ze vanuit hier doen, volgens mij. Paste. Nee. Oh, fuck. Huh? Wat? Huh? En doe. Ja, ik moet ze uiteindelijk altijd roteren. Om ook flip south doen. Flip north. Of flip north. / flip south. Wat werkt hier niet? / flip. Ja. Oké, we gaan nog één keer proberen. 6 punten. Je moet hem east flippen. Oh, je moet hem east flippen. Want nu klopt hij eigenlijk ook. Maar hij moet nou nog gerotateerd worden. Kijk eens. Nou, we gaan hem eerst east doen. Dus dan moet ik hem weer flippen. En dan doen we hem east. Je moet hem even terug doen en dan east. Ja, dat flippen dat heb ik nooit echt goed begrepen. Ik wel. Oh, wacht. Ja, je moet hier gaan staan. Ja, hier. Bedoel je? Ja. Oké, nice. Even zien. Zo. Leon, weet je hoe ik nou weet dat het east is? Omdat je naar het oosten kijkt? Ja, omdat dit ding zit naar het westen toe, dus dan moet je naar het oosten draaien. Ah, nu komt de aap uit de mouw.
Nou. Hij zult alleen als nog. Waarom heeft niemand mij dat ooit verteld? Nee, maar dat is eigenlijk ook al vrij duidelijk. Maar dan moeten we hier dus die ramen erin. Oh, mijn potion is weer uitgewerkt. Nou, ik doe het altijd anders. Ik doe het voor plaats. Jij doet het met echt met flip, surface, flip, ease en alles. En ik doe gewoon type /flip. En dan kijk ik naar de tegenovergestelde richting van waar die heen staat. Met F3. Nee. Hoe moet ik het zien dan? Kijk, als bijvoorbeeld deze muur staat zo, ik kopieer hem bijvoorbeeld hier. Mm-hmm. En dan ga ik hem aan de andere kant plakken. Dan moet ik eerst deze kant op kijken, naar het oosten, zeg maar. Want ik kopieer hem naar het westen, dus moet ik naar het oosten kijken. En dan doe ik gewoon /flip en dan doet hij hem automatisch naar het oosten zetten, omdat ik daarheen kijk. Oké. Dan moeten eigenlijk die muren die jij hier hebt gemaakt, moeten die dan ook niet hierin komen? Of nee, die van mij moeten hier zo in worden gebouwd, toch? Of niet? Nee, daar komen trappen links en rechts, hè? Oh, aan deze kant ook al. Ja. Nee, waar ik nou ben, hè? Bij de ingang. Waar ben jij hier, dan helemaal? Deze stukken. Ja, zou je kunnen kiezen. Eén van de twee. Volgens mij horen die van dan mij dat ook wel, of niet? Dan moet je hem wel naar het zuiden... Slash, flip, south. Heb je hem eerst alweer gereset? Nee, hoe doe ik dat? Dat weet ik niet. Wacht even. Nou, we kijken wel. Of trouwens, ja, nee, dat hoeft niet trouwens. Want hij gaat hem automatisch naar die... Oh nee, je moet hem dan north doen. Oh, dat is north. Oh, lol. Nee, ja, ik zat te kijken, want ik zag hoe je hem nou stond, zit hij net verkeerd om. Even zien. /paste. Nee, hij gaat nu naar het oosten. Als hij nou naar het oosten gaat, dat is north. Dan moet hij naar het westen. Flip west. Zo. En nu moet hij werken. We gaan ervoor. Komt zo vaak. Huh? Kopieer hem gewoon een keer opnieuw. Flip. Ja, nou wacht even. Ik ga nog één keer proberen. Hij blijft gewoon hetzelfde. Nou, jongen, ik weet wat ik ga doen. Ik ga hem gewoon rotaten. En als het goed is... Succes ermee. Ja, dan moet ik maar een paar laddertjes doen. Oh. Nou, hij past er mooi tussen zo te zien, maar ik heb hem van op de verkeerde plekken ingeplakt. Paste. Kijk, zo moet hij. Alleen als jouw stuk klopt hij dan niet. Man, weet je wat, we laten dan nog even wat het is. Dat gaan we even buiten de opnames, ga ik dat even doen. Ik ga jou eerst even hiermee helpen. Want hier heb ik zin in. Je moet altijd doen waar je zin in hebt, toch? Altijd, ik zou dit sowieso verhoging maken. Ja, ik dacht precies hetzelfde, Dennis. Echt precies hetzelfde. Ja, maar dat is echt zo typisch troonachtig. Ja. Kijk, 2 en dan... En dan moeten we hem even vullen. Want dat heb je, ik bedoel, dat heb je bijna wel iedere ding van Rowan volgens mij wel waar een troon in zit. Dat er een verhoging in verwerkt zit. Ja, maar weet je wat... In ieder geval bij Edoras sowieso. Ja. You have no power here, Gandalf. Oh, nee. You have no power here, Gandalf, Rebel Maker. Oh, dit is, zei jij Rebel Maker? Ik dacht altijd... Gandalf Rebel Maker. Is dat een achternaam of zo? Nee, gewoon... Rebel Maker is rust... hoe kun je het zeggen? Ik weet niet, het is iets van... hoe zeg je dat? Onruststoker. Rubblemaker. Onruststoker, zoiets. Oh, lol. Maar volgens mij is eerder zijn achternaam of een bijnaam van hem Gandalf Grey. Nee, niet Grey Worm. Ja, Grey dat is iemand achter. Nee, Greyhem is toch ook van Gandalf. Oh, Greyhem. Dus noem in ieder geval. Sowieso één bijnaam is de Grey Pelgrim. Ja. Dat is sowieso eentje. Ja, en natuurlijk Gandalf de Grijze was überhaupt al een bijna. Is er echt nog iets kenmerkends uit Rohan wat we eventueel in deze... Ja, het is allemaal zo... hoe heet het? Het zijn allemaal van die hele bruine dingen, weet je? Wat je... Je hebt niet echt een kenmerkend iets wat je hier van Rohan neer zou kunnen zetten in de muur. Banners? Ja, banners wel, maar ik bedoel van echt iets qua een blok of zo, weet je? Net zoals wat jij hebt bij dan als je bij Erebor zou zitten, dan heb je dan die steen. Bedoel je dat plafonddesign, dat het symbool van dinges erin zit? Nee. Wat bedoel je? Nee, ik bedoel gewoon echt een blokje, weet je wel, zoals een Gondor blok met een symbool erin. Weet je wel, met een boompje. Ja, ik weet niet of je... ik ga even voor je kijken.
Dat zou wel heel vet zijn. Rogue and Pillar. Anders zetten we er gewoon een. Wat is zo'n ding ook alweer? Brick. Nee. Wauw, ze hebben echt geen. Ze hebben geen dinges. Oh, dit is een monster egg, die moeten we niet hebben. Chiseled. Dat is wel raar, ja. Ze hebben geen chiseled Rowan brick. Nee. Ja, dat vind ik. Ja, chiseled Rowan moet je eigenlijk ook niet in verwerken, want dat past gewoon er niet bij. Maar die bestaat niet. Ja, eventueel zou die bestaan, bedoel ik. Of niet. Oké, als het goed is, ziet het er ook wel baas uit zo die boven. Maar dan moet er echt. Oh wow, het is echt donker hoor. Moet je, als je gewoon hier staat en dan kan je nog helemaal naar achter kijken. Oh, Optifine is eruit bij mij. Shit. Dat moet even. Ja, dat is bij mij ook, hè, Leon. Ja, dat komt door die update. Omdat je een mod hebt, omdat je het geüpdate hebt. Ja. Nou, ik vind hem wel nice. Ik moet even een kleine aanpassing hier op doen, want dit klopt niet helemaal. Oh, ja. Zo. Zo is er al wel licht in de dinges. Oh, daar staat er gewoon volledig op. Oké. Okay. Ik weet alleen niet meer. Oh ja, die kunnen we hier ook hangen. Dus ik zie hier allemaal ook eentje. Ja, dan heb je het in ieder geval weer. Dan doe ik even slash heal. Kijken of dat veel helpt. Nee, het helpt niet echt veel. Maar we maken hier wel van die vuurkorven hierin of zo. Weet je? Ja, ik zou. Nee, of het. Oh wacht, Leon. Wat? Weekends, ja? Nee, ik weet iets wat we kunnen maken. Nou, vertel. Dat is echt typisch Rowan. Je weet hoe ik een Zephyrin altijd bouwde. Wat? Die vuurketels, die grote stookplaatsen, die hebben ze in Rowan ook, met zo'n spiezer overheen. Oh, die dingen! Ja. Maar hebben ze die hier midden in de hal zitten, ja? Ja, midden in het pad. Oh, echt waar, lol. Maar dat is toch altijd met hout of zo, of niet? Hout en dan steen. Ja. Je moet eigen houten vloer hier maken, maar dat doen we. Ik zou dan dit ding erin zetten. Ja, dat is wel grappig. Dat is een ontsmelter, toch? Maar dan moet je daar omheen moet je allemaal vuur doen, weet je? Nee, dat weet ik. Rustig. Dat is mooi. Dat is heel erg. Als jij hem aansteekt. Oh, hier. Dus mag ik meedoen met aansteken? Ja, ik wil ook aansteken. Nee. Oh, jij. Fire in the hole. Jij zei dat het van hout is, maar ik weet niet. Fire spread zet uit, toch? Ja. Of we doen het van Rowan brick. Ja, doen we dat. Toch een beetje dat bruinige erin. Ja, we moeten een soort van symbool maken, weet je wel? Hebben we ook nog gewoon rock? Ja, Gondor rock. Of Rohan rock. Een soort van symbooltje in de vloer vind ik altijd wel mooi om te maken. Of niet dan Dennis? Dennis the Menace. Volgens mij is Dennis uitgevallen van Teamspeak. We gaan even checken. Nee. Ik ga even gewoon concentreren. Ik ken dat soms dan. Ben ik echt gewoon bang dat ik gewoon uit de chant of uit dat ding ben gegaan. Oh, dat heb ik ook. Ik heb soms dan als Teamspeak in één keer van. Hé, waarom reageert er niemand? Kijk, ik Teamspeak gecrashed. Ja, dat zou je dan weer net hebben in die situaties. Nou, ik heb het in opnames gelukkig nog nooit gehad. Maar iedere keer als ik die melding, net iets nadat ik een melding krijg van dat er een nieuwe update available is. Ja. Oké, ik vind het wel wat hebben, maar er moet wel een soort van randje nog mee. En ja, hier denk ik dat we. Ja, dat is ook al nice. Maar moeten we dat vuur dan niet eigenlijk met dit er nog omheen doen? Dat je er niet zomaar in kan lopen. Ja. Dit is wel nice namelijk, maar ja, ik vind het eigenlijk ook niet echt passen erbij. Vind je wel? Als je zo kijkt op het hele plaatje, dan lijkt het net alsof hier een hoop stront is neergedonderd. Kijk eens naar het totaalplaatje. En als je dit eromheen doet? Ja, dat ziet er wel beter uit. Man. Kijk, het spreekt wel heel erg uit, dat klopt wat je zegt, maar als je straks met de detail en met meer hout gaat werken, dan valt daar veel minder op. Want je moet hier allemaal straks van die houten tafeltjes inzetten, van die biertonnen en weet ik van nog meer. Dan, ja, een soort van feesthal is het, hè? Dat klopt ook. Ja, eigenlijk wel. Maar dat is dus met de Golden Hall is er ook. En daarom spreekt er straks wel meer uit. Ja. Dus daar valt straks valt daar gewoon niet op.
Ja, ik vond de verwoording ook zo goed, van een hoop stront bij elkaar, weet je. Ja, maar ik heb in mijn YouTube-carrière al veel mensen ontmoet, maar ik heb nog nooit zo'n lelijk stukje hoop stront gezien. Uiteindelijk wil niemand in mijn seatje. Leo, je hebt het echt verneukt. Ik ga door, ben kijken naar wat checken. Het enige wat je kan maken is een hoop stront in de vorm van de kruis van Jezus. Ja, dat is meer een Nether Star als je er zo boven vliegt. Of niet? Wacht, sorry, ik was even aan het kijken hoor, want ja, de Hobbit hè. Dennis, ik ga jou een gunst doen, want Dennis wil heel graag de Unexpected Journey. Ik bedoel, de Battle of Five Armies wil je de Extended Edition van gaan kijken. Dus we gaan hier ook de aflevering afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van deze aflevering. En dat jullie zin hebben in meer van dit soort video's. Want ik denk dat we nou nog 2 afleveringen, misschien hierna al de laatste, dat we dat gaan doen. En ik hoop in ieder geval dat jullie ervan genoten hebben. Laat natuurlijk even een reactie achter wat je bij jou eigenlijk de favoriete plek is in Middle-earth. En wat jij een van de vetste rassen vindt op Middle-earth. Even nog een kleine spoiler, ik ben koning geworden van Harad en ik ga nog geen invites doen daarbij. Ik ga in ieder geval wel kijken naar de meest actieve mensen op mijn kanaal. Dus ben je actief op mijn kanaal, kijk je veel video's, doe je natuurlijk vaak een duimpje omhoog of omlaag, maakt niet uit wat. Dan heb je kans om er eerder in te komen. Dus in ieder geval bedank ik jullie voor het kijken. Abonneer natuurlijk even op het kanaal van Dennis en dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering van natuurlijk de Lord of the Rings Let's Build. Tot de volgende keer, ciao!